elke keer als wij damage krijgen in Minecraft, zoals nu, krijgen wij gear en spullen en zalm? We hebben een zalm! Een nieuw huisdier! Maar wij doen dit niet voor niets, nee, want zoals je kan zien staan hier naast ons twee plots. En wij moeten binnen een paar minuten zoveel mogelijk items verzamelen door damage te krijgen. En dan hebben we een build battle. En wie van ons gaat dat winnen? Nou, dat ga jij vandaag zien. Ik zou me zorgen. Ah, ik heb een crossbow, maar geen pijn. Kijk, dit is mijn plot. Oh ja, we mogen natuurlijk alleen op ons eigen plotje bouwen. Ja, ja, ja. Oh, je visje! Oh, lekker! Ik heb honger. Want we moeten ook eten krijgen via deze weg. Oh, oh, wacht, dan moet ik er ook damage zien te krijgen. 1, 2. Hey. Wow, wat krijg je veel. En je mag dus spullen in de chest doen en spullen weggooien. En zo kan je dus kijken welke goede items je bewaart en welke niet. En we moeten hiermee gaan bouwen. Yes, dus tijd voor wat damage. Oh, netherite sword, let's go. Oh, dit wordt echt chaos. Wat krijg je in een random dingen, joh? Echt, weet je wat pas random is? Nou... Lama. Oh, hallo. Hallo, Lama. Oké. Okay. Oh, ik heb jouw spullen terwijl jij damage kreeg. Oh, nee. Yes. Oké, okay, top. Mag ik heb een dingen deur. Bij jou plaatsen? Nee, nee, zeker niet. Dat is tegen de... Wat is dit nou weer? Wat moeten we bouwen? Hebben we een thema? Het thema is een huis. Een Minecraft huis. Oh, ik heb een bed. Let's go. Ik wil krijg damage. Zoveel mogelijk damage. Oh, wacht. Ik ga gewoon... Hoppa. Hier. Oh, een zwaard. Hé, hey, ga je naar mij? Ja, die ben je niet in. Jongens, in de vorige aflevering hebben we een speciale rode Elita gekregen. Als je shift... Dan vlieg je. Maar dan moet je niet de grond instorten. Oh, ik was vergeten om hem aan te doen. Au. Oh, ik heb nu ook... Nee, niet mijn spulletjes pakken. Nee, nee, nee. Nee, ik moet al de elytra hebben. Oh, ik heb een boek. Hier kan ik een gedicht in maken. Allemaal gear en... Jeetje. Iron boots. Een geit heeft kiezen. Is dit allemaal voor... IJs kan bevriezen. IJs kan bevriezen. En Maisha zal verliezen. Nee! Ik heb wel een beetje eten nodig. Ik weet niet hoe het met jou zit. Wat is er? Tadaa! Oh, die moet ik bij mezelf pakken. Oh, nee! Wow. Wat is dit? Nee, niet op jouw plot. Dit moet op mijn plot. Dit is mijn plot. Nee, dit is mijn plot. Oh, help! Ik ga weer de lucht in. Nee! Goed landen. Oh. Dit is echt, denk ik, wel een van de meest chaosvolle afleveringen die wij hebben. Jeetje, dit heb ik nog nooit eerder. Nou, ik oh, heb een kippetje. Ik heb een bed. Oké, okay, top. Nu kan ik weer damage krijgen. Oh. Deze moet in mijn tuin. Mijn tuin. Hey. Hallo. Hey. Pas op dat je bent aan het... Oh. Ja. Oké, okay, ik ga ondertussen... Ja, we moeten slimme blokken opslaan, zodat je daarmee kan gaan bouwen. Het gaat wel een interessant huis worden, want ik heb nog niet heel veel steen en dat soort dingen. Ik ook totaal niet. Dus ik denk dat ik gewoon, ja, andere blokken ga gebruiken of zo. Ja, je moet wel. Ja. Je moet echt creatief zijn hiermee. Wordt het een erg kleurrijk huis, eten? Denk ik. Je mag dingen weggooien, hè? Ik ga dat gedichtje... Van mij? Wat? Ja, ik ga dat niet verliezen. Jongen, jongen. Maar ijs gaat toch bevriezen? Dit is echt chaotisch. Oh, wat ik nu weer heb? Ah, nee. Niet lama's plaatsen. Lama wegwezen. Hier, ik heb iets anders. Nee, 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 nee. Nee. Waar gaat hij nou op mij? Let's wat go. Heb ik nou weer gedaan? Ja, nou, we hebben hem neergezet. Verdorie. Dat vind ik niet kunnen. Hé, hey, ik heb er... Oh, ik krijg natuurlijk ook loot omdat ik damage kreeg van hem. Oh ja, dan krijg je ook weer spulletjes. Oh, dan is het op zich wel een handige manier. Dat is wel handig. Ja, soort van. Echt. Wow, moet je kijken naar Bob's kasteel trouwens. Nee, 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 nou, nou, nou. Oh, een end crystal. End crystal? Dat is echt sick. Jeetje. Oh, het gaat helemaal fout. Nou, ik denk dat je trouwens mag beginnen met je huis gaan bouwen. Want straks gaat er een timer aan van 5 minuten. Ja. En binnen die tijd heb je de tijd om je huis te bouwen. Dus ik hoop dat je goed blokken hebt verzameld. Nou, dat valt helaas tegen. Heb jij al goede blokken? Ik heb echt fantastische blokken. Ik heb zelfs... Oh, daar kan ik wel iets... Ah, wie is dit? Een zombie. Oh, wacht even. Sla maar eens. Ah, ja, mijn linkerwang, nu mijn rechterwang.
Dankjewel. Wat is dit dan? Dit wordt echt helemaal niks. Ja, we zullen wel moeten. Oh, what? Wat is er? Dit is sick. Oh, dit gaat mij ook helpen. Oh nee, die ga ik hier neerzetten. Ik heb een inwoner gevonden. Sneeuw. Oh, hij is daar. Oh, dus phantoms. Oh, die zijn zo irritant. Mogen we nu alvast wat plaatsen? Ik denk het wel, hè? Ik heb al wel soort van iets een beetje geplaatst. Oké. Dan gaan we alvast wat dingen plaatsen. Oh, ik krijg de hele tijd damage van die beesten. Ja, maar dat is toch juist chill? Valt mee. Het is dus straks aan de kijkers om te zeggen welk huis jullie mooier vinden. Jullie kunnen dan stemmen. En ik denk dat er vast ook nog wel een straf voor de verliezer zal zijn. Oh jee. Oh, dus doe zeker je best, Maisha. Ja, dat doe ik. Dat doe ik. Dat... Auw! Oké, ik heb een leuk nieuwtje voor je, madame. Ja? De 5 minuten timer gaat nu in! Nee, je hebt vijf minuten! Ik heb nog eens eten! Oh, dit gaat helemaal fout. Oké. Dus hier. En dan doen we hier zo. Ja, dit ziet er wel cool uit. Zo. Dit wordt echt het raarste huis ooit. Oh nee, mijn koraal is doodgegaan. Ja, bij mij ook. Oh, en ik lanceer mezelf. Oké, let op met shiften, want je lanceert jezelf. Oh ja, dat is waar. Oké. Ik zit echt even te kijken hoe we hier nou iets van gaan maken. Ik weet het ook echt niet. Maar ik doe mijn best. Op zich is dit wel cool. Nee, er zijn er twee. Oh, ik ga dood. Oh. Ik word gek. Dit gaat allemaal van je tijd af, hè, madame. Ik word gek. Ik moet niet mijn rode elytra kwijtraken. Nee, dat zou niet handig zijn. Wat is dit? Oh, een fletching table. Wacht even, hoe komt hier nou een pillager opeens? Dat heb jij gedaan, hè? Nee. Dat heb jij gedaan. Kan je wel wat damage gebruiken? Nou, misschien kun jij nog wat damage gebruiken. Help! Hey, die dieren, dit is mijn huis. Ik heb geen... Oh nee, ik ga weer dood. Oh nee, dit wordt echt... Ik ga geen huis krijgen. Oh, help. Ik krijg zoveel items hier. Oh, ik ook. Het is echt één groot chaos. Het is verschrikkelijk. Oh, ik ben weer dood. Mag ik je sportief eraan herinneren dat we nog 3 minuten hebben voor ons huis? Oké. Waar is die pillager? Ja, die is bij mij. Ik hou hem wel bezig. Oké, nu moeten we echt wel dingen gaan doen, schatie. Want anders wordt het helemaal niet. Ik ga nu maar gewoon blokken plaatsen. Want er is niet echt een alternatief. Dus gewoon weghalen wat je niet gebruikt. Zo, weg. Een donkey? Hello, donkey! Music disc. Nou, ik heb in ieder geval iets te eten. Daar ben ik al echt super blij mee. Dat gaat de goede kant op, toch? Zolang die stomme... Ja, maar die zijn nu weg. Daar heb je geen zorgen. Oh nee, dit ga je niet doen. Dit ga je niet doen. Oh, wacht even. Oh nee, dit zou wel heel flauw zijn, hè. Maar het kan wel. Oké, ik doe net alsof. Ga je dat echt doen? Oh nee. Oh, nee, oh, bij alle spullen! Pak de spullen! Nee! Kom, Donkie, snel, we moeten dit dichtmaken. We hebben nog 1,5 minuut. Nou moet ik wel echt winnen. Dit kan niet. Hoe kan je dat nou doen? Waarom zou je dat doen? Ik ga je pakken. Ik ga winnen. Nee, niet doen. Nee. Niet winnen. Jawel. Oh! Challenge completed. Oh nee! Dat jij dat zou doen! Jij bent in en in slecht! Ja, dan krijg je het wel. We hebben hier een leuk nachtding. We hebben nog 30 seconden! Ja, nee. Oké, iets langer, een minuutje langer dan. Een minuutje langer? Ja, als die afgaat mogen we nog heel eventjes iets langer door. Oké. Anders wordt het wel heel pittig. Precies. Maar ik ben nu wel vorderingen aan het maken. Zoklin. Wat is een zoklin? Oh, dat is een zoklin! Oh, jee. Pas op. Ah! Oh, zoklinks! Je maakt het zelf ook niet makkelijk. Ja, ik dacht ik maak het jou makkelijk. Mij? Tori. Oh, ze zijn ook echt nog sterk ook. De alarm gaat af. Ik hoor het. Oh, ik heb nog maar heel weinig. Ik zit vast! Oh jee, ga je
Okay. Is het gelukt? Ik heb het. Ik zou zeggen nog 3 minuten extra. 3 minuten staan nu aan. Helemaal goed. Oh, jongen. Ik heb een fantaspan. Oké. Ja, nee, dat gaan we dus eventjes niet doen, mevrouw. Ja, ofwel. Nee. Ofwel. Ik krijg helemaal geen blokken, joh. Ik krijg alles van de... uit de game. Behalve een blokkie. Een blokkie. Oké, ik moet ook eventjes wat nieuwe blokjes hebben. Oké, top. Top. Jeetje, wat is dit moeilijk, joh. Ik had echt niet verwacht dat dit zo lastig zou zijn. Echt, hè? En die keuze straks van de kijkers gaat ook lastig zijn. Want ja, wie laat je winnen van de twee? Ja, dat is een goede vraag. Tenminste, ja. Het lijkt me niet echt een hele moeilijke vraag, maar... Kijk, ik heb ook gewoon in jezelf een shulkerbox. Dat is wel luxe. Hier een soort van tralies. Zo. Kijk, dit is ook een beetje wat heb je natuurlijk aan je huis. Hè? Je kan wel een mooi huis hebben, maar ja... In Minecraft heb je ook gewoon nodig dat het functioneel is. Oh, gaan we het zo doen? Ja, nou ja, jij mag straks in 30 of 10 seconden... Een tour geven. Oké. Okay. En ik denk dat iedereen, want iedereen ziet natuurlijk nu mijn scherm. Ik denk dat iedereen wel heel benieuwd is wat jij natuurlijk ook hebt gemaakt. Nou ja, niet veel zoet. Ja, dat gaan we straks zien, want het is nog 1 minuut. En nog wat seconden. Hoor ik nou? Ben je nou noten? Oh, ik ben al deze blokken vergeten. Ik had hier een hele blokkendoos vol. Een blokkendoos? Oh, oké. Ik ga het even snel allemaal vrijmaken. Zo. Hupsakee. Misschien kan ik dan nog een dak erop fixen. Oh jee, Okay. Nou, ik heb in één keer al die blokken gevonden die ik de hele tijd aan bewaren was, maar die ik was vergeten. Oh, wauw. Nee, ik heb echt maar heel weinig qua blokken. Helaas. Kijk, een dak, jongens. Wat een luxe. Ik ook een dak. Doe zelfs gewoon een klein dak. Hoe kan ik een dak maken? Oh. Hey, hoe kan oh nee, oh jee, oh. Ik was weer per ongeluk aan het shiften. Oh, ja, dan ga je de lucht in. Precies. Met een mooie elytra. Ja, ik ben mijn elytra dus kwijt. Dat is oh, wel nee. Een probleempje. Nou, die ligt wel ergens, die vinden ja. We wel. Dat wordt... Even kijken. Zo. Nou, hoe lang hebben we? Oh, we hebben nog 6 seconden. Nee. 4, 3. Nee. 2, 1. Ta-da-da-da. De tijd zit erop, dames en heren. Tijd voor de tour. Voordat we bij mijn huisje naar binnen gaan en gaan kijken wat Maisha heeft gemaakt, wil ik eerst zeggen dat de superleuke feestdagenposter weer in de webshop is. Kijk eens eventjes, Jeb en Lily met allemaal cadeautjes. En we hebben ook een flink aantal gesigneerde posters nu. Dan doen we echt onze eigen handtekening op de onderkant. Die kan je nu halen op Woutershop of in Woutershop.nl. Check it out. Ik moet zeggen, dat was nog een mooie toevoeging geweest aan het huis, maar... Hey! Leuk shirtje. Ja, heb je die net gekregen? Ja, zeker. Oh, ik moet trouwens even de bewoners nog neerzetten. Heb je bewoners? Nee joh, wat cool. Oh, zo. Die wil ik... Oh, dames en heren, dit is mijn huisje. Ik zal even een 360 graden kijken. Prachtig mooie achterkant. Oh, je hebt zelfs ruitjes. Huh? Ik heb ramen. Dit is... het is een soort van verwarminkje. Want het is natuurlijk winter. Oh jeetje. En hier hebben we zelfs gewoon een beetje een afgevlakt dak. Oh, dit ziet er wel echt goed uit, moet ik zeggen. En ik heb ook aan de voorkant geprobeerd de kleuren een beetje. Ondanks dat het verschillende blokken zijn, zijn de kleuren wel redelijk hetzelfde. Ja, zeker. En hier hebben we 2 inwoners. Ze zijn met elkaar aan het traden. Hallo. Pardon, hallo. We komen eventjes binnen. Oh, knus. Een beetje knus. Oh, misschien kun jij 1 stapje erachter. Erg knus zo. Zo, kijk. Oh, ik heb die enchanting table. Oh, nice. Een fletching table. Ik heb een lantaarntje voor in de avond. En ik heb hier... Een shulkerbox waar je spullen kan opbergen. Blauwe, dat is vet. Een blauwe. En natuurlijk een bed om in te slapen. Dus dit is mijn huisje. Ik vind het super mooi eruit zien. Ik ben ook blij. Ik ben best blij met hoe het is gelukt. Jongens, ga lekker door met traden. We spreken jullie later. Nu ben ik benieuwd naar jouw tour. Nou, komt er binnen. Dit hier is mijn pad. Mijn pad is... Hey, dit is mijn ei. Griefd. Dit is mijn ei. Ik heb hier een mooi farmpje. Met wat dat was een slimme. En meloentjes. En ik heb hier natuurlijk een mooi kampvuurtje waar je je eten op kan maken. En een tuintje. Het is ook gewoon blauw. Met wat bamboe. Ja, ik weet het ook niet precies. Ja, nee, dat is cool. Dat is uit de Nether. We hebben hier... Ja, hier links is de keuken.
Oh, dat is wel uitgebreid. Met muziek en je kan hier het aanrecht, daar kan je hameren en zo. Ik weet het niet precies. Hameren op je aanrecht. Jongens, doen dat niet thuis. Dit was het idee om hier wat spulletjes in te doen, maar ik had echt geen tijd meer. En hier is de slaapkamer met wat tapijt als je uit je bed komt, dan wil je natuurlijk niet op gas staan. Oh, en er komt even een varken langs en die gaat weer weg. Nou, ik moet zeggen, je hebt ook veel spullen hier. En hier is ook nog een ander hoekje. Maar ik wou hier nog allemaal blokken doen om hem natuurlijk dicht te maken. Maar dat... Oh joh, ik vind het erg mooi. Het zijn wel twee hele andere huizen. Ik heb klein en knus wel met een dak erop. En Maisha heeft groot met veel meer, hoe zeg je dat, speciale blokken erbij. En nog een farm en planten en zo. Dus ik ben heel benieuwd, wie vinden jullie het beste huis hebben? Laat het achter in de comments en geef ook duimpjes omhoog aan de comments die zeggen die voor het huis staan, waar jij ook voor staat. Als iemand een post heeft gedaan over Maisha heeft een mooie huis, geef die comment ook een duimpje omhoog en post het zelf nog eventjes. En dan gaan we zien wie van ons het mooiste huis heeft. Laat het achter in de comments. Wij zien jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Check de poster in Woutershop en natuurlijk alle andere mooie merchandise. Tot de volgende keer. Doei. Ciao.